Dag Philippe, dag Jerome. Alles goed? Alles prima, Erik. Echt fantastisch. Ik ben vanmorgen wakker geworden in de armen van een Olympisch kampioen. Hoe mooi kan het leven zijn? Ja. Je hebt trouwens de groetjes van Fritje de Burggraaf. Jullie hebben al vaak samengezeten hier. Zijn jullie nu vrienden of zijn jullie echte vrienden? Of? Zeker en vast. Ja? Ja, toch wel, denk ik. Volgende zomer gaan we zelfs samen naar Frankrijk. Ja? We zoeken nog een derde man. Ja. Dus we wouden eigenlijk eens aan u vragen, Erik. Ja? Omdat jij de nummer hebt van Kevin Jans. De kandidaten vanavond, Lin van Rooyen. Klopt. Prachtig, hè? Grote fan. Ja? Echt waar. Ik heb ook Beau Séjour verslonden. Toen even nadenken over die titel. Spitsbroers heb ik ook gezien. Spitsbroers, ja. Maar Beau Séjour vond ik cool. Beau Séjour. Zeg dat nog eens. Beau Séjour. Beau Séjour. Wat een titel ook, kom maar, hè. Maar het is ook fantastisch, want zij speelt daar een dooie die eigenlijk dan toch levend is. Ja, ja. Een beetje het omgekeerde van u eigenlijk. Nee, heb jij ooit gedroomd van acteercarrière, Jeroen? Je hebt er ook wel een kop voor, vind ik. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is spijtig dat ik niemand ken in de filmwereld. Hè. Ja. Xavier Taverne is er ook. Dat klopt. Ja, goed hè? Zeker en vast. Ja, grote fan ook van de Zevende Dag. Sorry. Nog nooit in mijn leven gezien. Sorry, hè? Allee, maar dat is ook vroeg en saai en allee, ja. Ja. Nee, dat is niet saai. Ze zeggen wel eens zo dat het publiek van de Zevende Dag er soms bij zit alsof dat ze allemaal dood zijn. Ja. Maar dat is niet waar. Ik heb het gecontroleerd. En vorige week om 10:48 heb ik iemand met zijn ogen zien knipperen. Voor het programma begon. Ja, ah, ja, dat shit. Ah, ja, dat... Maar verder met de quiz. Vind je een goede jury, Barbara? Dat gaan we zien, hè. Ja. Ah, ja. Dat is waar, ja, maar dat is waar, inderdaad. Ja. Nee. Je weet dat pas als er knopen moeten doorgehakt worden. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Nee, hebben jullie nog goede raad voor de kandidaten voor we dan beginnen? Zeker en vast. Altijd een oude krant in de onderkant van uw vuilzak leggen. Dan heb je minder last van druppend afval. Dat vind ik echt een goede trouw. Ja. Ja, allee, hè. Mooi. Nee. Jeroen, jij nog goede raad? Absoluut. Op tijd stoppen. En die raad geldt trouwens ook voor u, Erik. Je ziet het daar. Ja? Ja, Jeroen, jij kent Tom Bonen. Die lijkt toch, de linkse lijkt toch? Ik ben altijd blij om mijn kinderen nog eens terug te zien. Nee, letten jullie meestal op de kinderen of zijn het jullie partners die erop letten? Wij hebben meestal wel een oppas, maar onlangs nog wel iets mee meegemaakt. Ja, je kent dat, hè? Een baby zit naar huis brengen, een beetje gedronken en zo, wat beginnen foefelen en zo. En ja, sindsdien wil onze schoonmoeder niet meer komen passen. Nee, Philippe, hoe oud is jouw dochter nu? Bijna drie. Bijna drie. Hanna, hè? Ja. Mooie naam. Hanna. Hoop je dat zij ook in jouw voetsporen zal trainen? Ja, maar dat is niet zo gemakkelijk om in de koolruit binnen te geraken. Ik zei, ah, wel spel het anders, dan is het helemaal. Ja, ik weet, maar ja. Maar de tips zijn toch goed, hè? Dat had dat ook voor u kunnen zijn. Hè? Ik denk trouwens niet dat hij het zou kunnen spellen. Jawel. Ja. Z-O-R-O. Prachtig. Er bij jullie het gras af? Ik vind dat uw interesse in ons persoonlijk leven ongezonde proporties begint aan te nemen. Nee, ik heb van een groot filosoof het muizen geleerd. Laat het gras maar groeien. Xavier? Ik vind Queen verschrikkelijk. Ja, ik ook. Echt? Ja, ik vind het allee. Ja, ik snap dat dat goed is, hè? Maar dat raakt mij niet. Nee, mij ook niet. Ja. We zijn met twee. Jullie fan van Freddie Mercury? Zeker in West. Ja? Ja, grote fan. Veel te vroeg gestorven, hè, Freddie.
om 5 uur 's morgens. Iedereen stond met slaapkop als een sterfbed. Dus ik weet niet hoe mooi. Nee. Zijn jullie tevreden over jullie haar? Oh, sorry. Ja, dat... Mijn opa was kapper, hè, vroeger. Echt waar? Of ja, ja, was kapper. Ja? En die moest de manen van de leeuwen in de Zoo van Antwerpen knippen. Ja? Dat was heel gevaarlijk werk, want hij moest dan altijd te voet door Borgerhout. Hè, die zit in alles, Trump. Ook in bepaalde eten en zo. Ik heb daar nog foto's van. Ah, nog foto's van die Trump zit overal. Ja, het is een figuur. Nee. Hebben jullie een hond eigenlijk? Ja. En je mocht 3 keer raden hoe dat hem heet als je weet dat ik een gigantische fan van Kuifje ben. Ah, Bobby zeker, hè? Nee, Kuifje. Ik zeg toch net. Vlieg jij wel eens met Ryanair in? Nee, ik vlieg meer een keer. Je kunt er niet slapen. Nee? Nee? Je kunt die stoel niet achteruit zetten. Ah, ja, ja. Dat scheelt maar 10 centimeter, hoor. Nee, ja. Dat zijn soms vluchten van een uur, hè, van de Erik. Nee, ik val altijd in slaap in een vliegtuig. Als je die stoel achteruit zet, dan ligt die gewoon met je hoofd zo. Maar die stoel blijft recht, waardoor ik de hele tijd met mijn hoofd naar overal. Ja. Mijn hoofd heeft echt overal gelegen. Maar meenemen dat ervoor zo, zo blijft zitten. Ik heb daar eigenlijk geen last van. Ik kan perfect slapen op die vliegtuig. Ik pak gewoon een slaappilletje en een Viagra en dan blijft de schoon recht zitten. Nee, Jeroen, hoe was jouw allereerste kus met Elodie? Eigenlijk heel goed. Ja? Ik weet nog, ik heb wekenlang zo over mijn tongkus te oefenen, oefend op mijn arm. Ja? En dat heeft gewerkt, want Elodie zei dat ze nog nooit iemand zo heerlijk aan haar arm heeft. Met de tongkus. En nu een eerste kus, Erik? 15. Prostituees kussen meestal toch niet? Of was ze op pensioen, Erik? Ja, stonden we op de pechstrook en zei appeler la police, s'il vous plaît. Oh, nee. Zo, echt, ja, dat was, ja, en dan is hij nog beginnen vechten met de politie en een stoot uitgedeeld. En... Ik heb altijd de gewoonte om Frans te binnen praten als ik dronken ben. Nee, straf vooral. Nee, hebben jullie wel eens zat gereden? Ik moet eerlijk bekennen dat ik me er vroeger wel eens onschuldig heb gemaakt, maar dat ik er nu ook principieel tegen ben. Ah, oké. Okay. En dan pak ik de bus. Ja. Waar de politie ook niet meer kan lachen, want dan brengt al die passagiers ook nog eens in. Ik ben onlangs tegengehouden geweest door een agent en die vroeg of ik gedronken had. En ik zei, ik ben Bob. Ik was zo zat dat ik mijn eigen naam niet meer wist. Supermarkt. Nee, nou, ja. Ja, ik was echt aan het denken, wat ligt daar al? Ja, dat is goed. Nee, goed gespeeld. Nee, eet je graag verse groenten? Steeds liever. Ja, vroeger, zoals elk kind waarschijnlijk, geen groente. Nee. Maar nu, ja. Eet jullie graag verse groenten? Zeker. Ik heb trouwens nog een leuk groentemopje meegebracht. Ja, zeer goed. Een tomaat en een eitje gaan naar een oude hoer. Zegt die oude hoer, een tomaat, dat heb ik hier nog nooit gezien. En tegen dat ei, welkom terug. Ik had u bijna niet herkend zonder bril, meneer Geubels. Wel eens excuses gebruikt om niet te moeten gaan werken? Of voor iets anders? Ik ben bloedeerlijk, echt waar. Ik gebruik geen excuses, want ja, geen goesting is voor mij iets dat we veel te weinig zeggen tegen elkaar. Oh, inderdaad. Gebruiken jullie soms smoezen? Nooit. Nee. En ik had er nog een leuk mopje over voorbereid, maar de hond heeft mijn script opgegeten. Nee. Wat vind je de beste smoes eigenlijk? Schimmel op de ballen. Tandarts, als je daarna die mensen ziet, die kunnen er 1000 vragen over stellen. Schimmel op de ballen, niemand vraagt meer. En het is ook heel geloofwaardig. Hè? Ja. Ah ja, ik zit hier altijd naast. Hè. Rijkaard, dat was de laatste. Wie vinden jullie de beste stand-up comedian? Hij stond er niet tussen.
mij op te jagen. Ja. Dus daar... Maar voor de rest alles goed? Maar voor de rest, prima. Ja. Je voelt je toch niet misselijk of zo, hè? Ja. Nee. Nee, maar weet je dus dat ik... Ja, pas. Nee, ik eet dus alleen soep en droog brood. Ah, ja. Omdat ik hier moet zijn. Ja. Ik heb dat ook met de zevende dag op. Dat valt zo op een moeilijk uur, hè, van 11 tot 1. En ja. Dan begint om dat zo. 10:48, hè. Ja. 10:48. Wie zal het halen, denk je, in de finale? Lin of Barbara? Wauw, ik zet er vandaag ook echt weer mijn geld. Ja, scores waren of zijn heel goed. Ja. Ik blijf de chef, hè. Ik zie ze allebei graag terugkeren, echt waar. Oké, okay, ja. Dat zullen we onthouden. Barbara, ben je klaar voor de finale? Wat denkt de jury? Wie zal het halen? We zijn heel blij dat Xavier gewonnen is. Ja. En we denken dat hij het heel lang gaat volhouden. In tegenstelling tot de presentator.